kader gewoon thuis, dat is een andere manier waarop we aanwezigheid en zorg geven aan mensen met een dementieel beeld. En dat doen we door vooral in te steken op het leven en het welzijn en niet zozeer op wat iemand heeft en de zorg die iemand heeft. In het ICARE Gewoon Thuisteam werken mensen met en zonder zorgachtergrond samen. Dus er werken een aantal verzorgende IG in het team en voor de rest van het team bestaat uit aandachtsgevers. Dat zijn mensen die een hart hebben voor mensen en vooral bepaalde talenten in gaan zetten. Dus bijvoorbeeld dat ze samen het huishouden gaan doen, dat ze schilderen, dat ze muziek maken. Eigenlijk alles om het leven te ondersteunen van de mensen met een dementieel beeld. ICARE Gewoon Thuis is een oplossing voor het grote vraagstuk wat we nu al zien, maar in de komende tijd nog groter gaat worden, is toename van de vraag naar zorg, omdat mensen gewoon veel ouder worden en de afname van de hoeveelheid mensen die ook in de zorg aan het werk kunnen zijn. En met ICARE Gewoon Thuis slaan wij een nieuwe weg in waarin we eerst de aandacht hebben voor het dagelijks leven, zorgen dat dat sterk blijft, dat mensen vitaal blijven. En zo houden we de zorg beschikbaar voor die momenten dat het wel echt nodig is. Als je gaat kijken, dan zien we eigenlijk bij de klanten zien we hele goede resultaten van de inzet van Gewoon Thuis. Dus we zien dat mensen weer dingen gaan leren waarvan ik dacht helemaal niet dat dat mogelijk was. Dat mensen weer opnieuw dingen zouden kunnen leren. Maar je ziet dat als je vaak genoeg dezelfde structuur herhaalt, dat zij dingen weer op kunnen pakken en dat wij daardoor weer wat naar achteren kunnen. ICARE Gewoon Thuis past het beste bij cliënten die in de WLZ zitten, vroeg in het proces. We hebben met ICARE Gewoon Thuis willen we het welzijn van de cliënt willen we ondersteunen. We zien heel vaak bij cliënten die zijn eenzaam thuis, die hebben geen netwerk die bij ze op bezoek komt, waarbij wij dus zorgverleners inzetten die deze cliënt kunnen ondersteunen. Het zij met een wandelingetje buiten of met een spelletje doen. Ook de begeleidings- en controlemomenten die eigenlijk het wijkteam niet kan leveren, die kunnen we met ICARE Gewoon Thuis wel leveren. Dan denken we aan cliënten die slecht eten, slecht drinken, het vergeten of het eigenlijk niet doen omdat ze alleen zijn. Voordat ik bij ICARE Gewoon Thuis kwam, werkte ik in de supermarkt en was ik allrounder. Ik deed alle afdelingen, overal inzetbaar. Ik wou iets anders. Ik was een beetje klaar met winkel en ik merkte dat ik eigenlijk altijd ouderen bij me aan de kassa had en dat ik daar echt de tijd voor had en het begrip. En toen zag ik dit op Facebook komen en ik heb die test gedaan en ja, ik was om. Kijk, de vraag is heel vaak van mantelzorgers, we willen een controlemoment, we willen een begeleidingsmoment. Dat kunnen we vanuit het wijkteam nooit inzetten. Dat mag gewoon niet, dat kan niet. En er is ook te weinig personeel voor. Dus vandaar dat we ICARE Gewoon Thuis hebben, dan kunnen we die begeleidings- en controlemomenten wel inzetten en daarmee ontlast je dus de mantelzorgers. Ik vind het heel fijn dat Hattie 2 keer in de week komt douchen en gaat fietsen met mijn man. En in de tussentijd kan ik gaan boodschappen doen. Een stukje vrijheid. Dat ik even kan doen wat ik zelf graag wil. Mijn vader wordt lekker gedoucht en die wordt lekker bezig gehouden. En die gaat lekker fietsen als het een beetje mooi weer is. En dan heeft mijn moeder gewoon even tijd voor zichzelf. Kan ze even een boodschapje doen, even haar eigen rust pakken. En dat is gewoon heel belangrijk. Want ze is gewoon moe. Voor ICARE Gewoon Thuis en voor de klanten die er zorg van krijgen, borgen we de kwaliteit doordat we zorgen dat er altijd een case manager dementie contact houdt met diegene en met het netwerk. Als het nodig is en er meer zorg nodig is, is er altijd een verzorgende IG beschikbaar. En stel dat toch de insteek op welzijn en welbevinden onvoldoende is, dan hebben we natuurlijk onze reguliere wijkteams en onze PG-teams ook als achterwacht. Mijn werkdag is geslaagd als ik bij Riekes de glimlach op zijn gezicht heb. En zeker eerst de douchemomenten heb gehad. En dat we lekker op de fiets weggaan en heerlijke gesprekken hebben. En dat hij thuis komt echt zo van, oh, was weer fijn.
En wat ik zo mooi vind met IKARE Gewoon Thuis is dat we een ander pad inslaan dan wat gewoon is in de zorg. Dus we gaan echt kijken naar hoe kun je mensen nou sterk houden. Hoe kun je op een goede manier mensen in hun eigen omgeving hun leven laten leven. Zodat je echt uitgaat van het normale leven. En dat vind ik heel mooi van IKARE Gewoon Thuis. En we doen het omdat het gewoon noodzakelijk is. Voor de toekomst, omdat we gewoon zien dat hoe we nu doorgaan, kan dat gewoon straks niet. Dan betekent dat heel veel mensen gewoon geen aandacht en ondersteuning zouden krijgen. Dus ik vind het ontzettend tof dat we het doen. Ja, want als mijn moeder het niet meer trekt, dan kan mijn vader niet meer thuis wonen. Dus het is superbelangrijk dat ze die hulp hebben. Je bent al meer dan 50 jaar samen. En dan wil je niet afstaan. Dat hij hier mag blijven en dat hij niet naar een tehuis hoeft. Dat vind ik heel belangrijk.